Maaike, wat gezellig dat je er bent. We zitten in deze ontzettende mooie winkel met allemaal licht om ons heen. En ja. Ik wil natuurlijk alles over jou weten. Dus misschien is het op zijn plaats om te beginnen dat jij gaat vertellen wie je bent en wat ja. je doet. Ja. Laat ik starten. Ik ben moeder. Ik ben moeder van twee pubermeiden van 14 en van 16. Jasmijn en Mirthe. Ja. Al ruim 21 jaar samen met Pieter, mijn allerliefste noem ik hem altijd. Ja. Ik heb het leukste werk op aarde, want wat ik doe, zeg maar, is mensen begeleiden, mensen coachen, vooral ambitieuze vrouwen, ja. die eigenlijk alles voor elkaar hebben, maar toch zoiets hebben van, is dit het nu? Is dit nou wat ik echt wil gaan doen? Ja. Is dit nou het leven wat ik ook echt wil leiden, of is het leven wat er van mij verwacht wordt? Dus daar hou ik me met name mee bezig en daar krijg ik superveel energie van. Misschien kun je ons even mee terugnemen naar wat jou heeft doen beslissen om dit te gaan doen. Ja, nou, eigenlijk moet ik dan starten dat ik 14 jaar was en altijd last van mijn darmen. Mm-hmm. En na verschillende onderzoeken in het ziekenhuis heb ik de ziekte van Crohn geconstateerd. Het is een darmziekte vanuit je mond tot aan je kont. Altijd chronische ontstekingen. Heel veel last altijd van gehad, maar ik durfde vooral niet te laten zien hoeveel pijn ik had, want bij ons thuis was dat niet in vraag. Mm-hmm. Want mijn vader, een narcist, manisch depressief, dus het draaide nooit om mij, het draaide altijd om hem. Ja. En ik had een moeder, of ik heb een moeder, die 14 jaar jonger is dan mijn vader en die kon daar gewoon niet tegen. Dus die kon niet voor mij, die kon niet voor mij opkomen, waardoor ook mijn ruimte, zeg maar, er was. Dus wat ik deed, ik verstopte me meestal ergens meer achter in een hoekje. Maar op een gegeven moment was mijn lijf gewoon op. Dus mijn moeder bracht mij naar het ziekenhuis, de enige goede optie ook op dat moment. Mm-hmm. En toen, eenmaal daar aangekomen, onderzoeken gedaan, toen bleek dat ik een heel groot absces had bij mijn rug. Echt van, wat is het? 6x6, 10x10 ongeveer. En dat moesten ze acuut gaan opereren. En daarna begon één groot horrorverhaal van mij, want die operatie die mislukte. Uiteindelijk hebben ze mij weer meegenomen naar de OK. En dat zou een half uurtje duren, want ze dachten van, we zullen wel een gaasje hebben achtergelaten nog in haar systeem. Wauw. Ja. En toen maakten ze me open. Toen was het één groot oorlogsgebied. Ja, een hele buikvliesontsteking, dus ik zal je de details allemaal besparen, ja. maar dat zag er niet goed uit. En toen zijn de artsen ook teruggegaan naar mijn ouders en gezegd, ga maar bidden, want wij weten niet of ze de ochtend haalt. Wow. Ja, en dat was een moment waar ik echt dacht, ik weet nog wel, ik lag daar in mijn bedje met mijn 1,80, met mijn 40 kilo, met overal zakjes overal aan. En dat ik dacht zo. Ga ik nou laten bepalen door de artsen hoe mijn leven eruit ziet? Of pak ik mijn regie en ga ik mijn eigen leven opnieuw schrijven? Ga je dat moment echt nog ja, terugroepen? Exact. Ja. Ja? Ja. Waar haal je die kracht vandaan op zo'n moment? Ja, geen idee. Dus echt een oerkracht die op dat moment vrij kwam. En daarin geloofde echt niemand in mijn herstel. Mm-hmm. Alleen ikzelf. En kijk waar je zit. Joehoe! Nou, natuurlijk nog eventjes over het fietsen gesproken. Nou. Maar ik wil heel graag van je weten waarom jij meedoet met de Amstel Gold Race. En speciaal in dit vrouwenteam. Ja, ja om A, gewoon fun te hebben. Maar B, ook je mindset te trainen. Hè? Want ik kan dit. Ik ga dit doen. Precies. Ik kan best 100 kilometer fietsen. Maar dit zijn allemaal uitdagingen. En uitdagingen zorgt er ook weer voor dat jouw brein, zeg maar, in mogelijkheden, andere mogelijkheden gaat onderzoeken. En dat is niet alleen met fietsen dan zo. Fietsen is, maar dat brengt je als mens gewoon veel verder. Ja, ik probeer altijd tegen mensen te zeggen, bijvoorbeeld bij dit onderwerp of bij deze actie die we nu gaan doen. Zeggen heel veel mensen, ga je dat doen? Ga je 100 kilometer fietsen? Ja. Natuurlijk is het eng om te springen of om te gaan. Maar ja, wat kan je nou eigenlijk gebeuren? Nou ja, maar hoe fijn als je dan andere vrouwen om je heen hebt staan die geloven in jou en die het beste met jou voor hebben. Die zeggen, ga maar, het is goed. Ja. Je kunt dit. Ja, heel leuk om je te spreken, Maaike. Ja, dankjewel. Dankjewel, Anouk, voor dit gesprek. Dankjewel. Ja.